Ik ben Dwayne. We zijn vandaag bij het loodswezen in Hoek van Holland. We verzorgen het vervoer van loodsen naar de schepen toe en van de schepen af. Nou, ik ben Dwayne Matter, 21 jaar oud. Ik doe de opleiding schippermachinist beperkt werkgebied. En ik loop stage bij het Nederlands loodswezen. Stagiair bij het Nederlands loodswezen, dan begint je dag gewoon met controleren van je schepen. Van de tenders waar we op varen. Het houdt in aan boord gaan, gelijk naar beneden, naar de machinekamer. Alles nakijken, olie peilen, hydrauliek nakijken, de elektro nakijken. Hebben we die koppeling al gedaan, Dwayne? Ja, heb ik al nagekeken. Zijn goed. Was die goed nou, die stuurboord zo? Ja, hè? Ja, niveau is best. Nou, vervolgens ben je klaar in de machinekamer, ga je naar boven. Daar ga je dan je navigatieapparatuur nakijken. En als dat allemaal gereed is, dan teken je af en je belt de meldkamer dat je paraat bent om naar zee te gaan. Forward, void, electrical room, engine room, jet room. Yes. Ja? Dan kun je afvinken. Ik hoop dat ik ze mee kan geven hoe ze het eigenlijk op moeten stellen aan boord tegenover anderen. Ja, hij doet het. Oké. Mensen zeggen wel eens dat het zeemans zijn een beroep is, maar dat is het niet. Het zeemans zijn is een levenswijze. Zet Rosenburg, tender in zicht, is begrepen. Wij gaan naar het lage licht. Ja, het lastige van het werk is toch het onregelmatige. Je hebt je dagdiensten, je hebt je nachtdiensten, die zijn 12 uur lang. En kijk uit voor als je hier vaart met die binnenvaarders, die worden gek als je te veel zeeslag maakt. Ja, wat ik leuk vind aan hem, is iemand met respect voor anderen, voor ouderen, heel sociaal. Beleefd. Ja, het scheelt als je gewoon een goede mentor hebt als Charles, dat de sfeer ook aan boord goed is.